Onze nieuwsdienst is gestart met een moederdagserie waarbij verschillende personen hun mening geven over het belang van deze dag. Jaarlijks wordt de moederdag gevierd op de tweede zondag van mei, dit jaar dus op 9 mei. In deze editie geven enkele jongeren aan wat moederdag voor hun betekent. Moederdag betekent voor mij extra liefde tonen aan mama. En haar sowieso ook bedanken voor al datgeen zij heeft gedaan voor mij, want ik ben enigste kind al die jaren. En ja, haar in feite verwennen, extra verwennen. Nou, moederdag betekent voor mij mijn moeder in de bloemetjes zetten. Van al die dingen die ze heeft gedaan voor me al die jaren. Zij heeft veel meegemaakt. Dus je gaat er waarderen, gaat er de liefde geven die ze nodig heeft. Extra geven op die dag, want elke dag is eigenlijk moederdag. Maar op deze dag wordt het speciaal gevierd. Dus alles wat je kan verder kan doen, kan betekenen op deze dag. En ben jij zelf ook moeder? Ja, ik ben al een jaar moeder. En het is een leuke ervaring. Ja, dus ik kan nog niet echt iets verwachten van mijn kind, omdat hij pas een jaar is, maar ik wacht er wel op. Moederdag betekent voor mij dat de moeders extra op die dag verwend zullen worden. Van of vrienden, of familie, of hun kinderen, of hun partner. Weet je, we gaan ze die extra liefde geven op die dag. Dat betekent het voor mij. En wat betekent jouw moeder voor jou? Mijn moeder betekent alles voor mij. Zo was het altijd, vanaf mijn jeugd tot hoe ik zo groot nu ben. Hè. En ik hoop dat ze nog lang met me kan zijn. De jongeren geven aan dat ze alles uit de kast zullen halen om hun moeder te verwennen op deze bijzondere dag. Met moederdag, ik hoop dat ik vandaag ga kunnen koken. Misschien ga ik ook iets voor haar kopen, een cadeautje, maar ik weet nog niet wat. Wat is je boodschap voor de samenleving in verband met moederdag, vooral in deze COVID-periode? Blijven jullie veilig. Ik ben zeker dat jullie allemaal voor jullie moeder houden, dus houd er veilig. Ga niet zomaar op straat, dus niet zomaar COVID krijgen. En komen jullie veilig thuis, houden jullie afstand als jullie op straat zijn, draag een mondkap. En ja, laten we gezonder leven. Ik kan niet koken. Toch? Dus ik denk dat ik wat ga bestellen. Yes. Om dit te verrassen. Maar dat komt nog. Tot zover enkele hardwerkende Surinaamse jongeren die hun mening hebben gegeven over Moederdag.